Nou, Marit, ik heb begrepen dat dit een pareltje is. Laat maar eens zien, die nieuwe ijsbaan van Astana. Ja, dat ga ik doen. Nou, hier is de ingang dus met goed beveiligde ijsbaan. En hier is straks tijdens de wedstrijden de skater lounge, waar je tussen de wedstrijden even kan zitten en wat kan eten, wat kan drinken. Ziet er mooi uit, toch? Verder zijn daar volgens mij kleedkamers, maar onze kleedkamer is de andere kant op. Dus daar kunnen we beter even naartoe. Hier is onze kleedkamer. We deden de kleedkamer met de Nooren en de Koreanen, zoals je kan zien. Dus volgens mij is er nu niemand, dus kunnen we even kijken. Ja, nou, er is inderdaad niemand. Apart? Dus ja, het is gewoon een kleedkamer. Ja, maar apart afgewerkt. Ja, zeker. Hier kunnen we even bij de ijsbaan kijken. Wat dacht jij de eerste keer? Ja, het is super mooi. Het is gewoon groot en licht. En ja, het ziet er gewoon mooi uit. Het is nu niet zo druk natuurlijk, maar ik hoop dat er wat publiek komt dit weekend. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel mooi hoe ze de muur hebben gemaakt met al die foto's van verschillende schaatsers. En verder, het is wel kleurrijke baan, denk ik. Dat is wel mooi. Oh, hier is mijn trainingspartner van vandaag. Hey. Wie was dat? Joshua. Dan gaan we nu naar de krachtruimte. Ik kan ook infietsen hier, dus laat het even zien. TVM is nu aan het trainen, maar... Hier kun je infietsen, rekken en zo. En nou ja, hier warm op. Dan kunnen we het ijs op. Hier is de tunnel. Ja, eigenlijk vind ik het lekker om hier alleen langs te lopen. Dat niet met Jan of zo, maar gewoon ik even nog een soort van gewoon de wedstrijd voel. Het gevoel heb dat ik zo meteen wedstrijd ga rijden. Nou, dat hebben we net al gezien natuurlijk, maar nou ja, hier. Gaan we dus de schaatsen aantrekken en het ijs op. Ja, dopingcontrole hier. Nog niet nodig. Zijn we nog niet geweest. Dat is in Kazachstan. Ik weet niet wie welke. Sorry. Zoals je ziet is het een basketbal of voetbalveld of een sporthal. Maar hier kunnen we straks ook nog opwarmen. Nou. Het is net de deur van ons dicht. En dan de laatste stop. Na de training kun je hier even zitten. We zijn nu aan het schoonmaken, zie ik. Maar na de wedstrijd. Ik weet niet of het nog open is. Nee. Oh, jawel. Nee, het zit dicht. Nou ja, we zijn dus te laat. Maar hier kun je... nog even koffie drinken. Of iets anders. Mooie stoelen? Mooie stoelen. Ja, zeker. Nou, dat was de rondleiding. Als dit geen mooie wildcup wordt. Ja, zeker.